sta hier voor het Park Plaza Hotel in Utrecht en hier wordt ondertussen keihard gewerkt door pleizier, bouw en onderhoud. Maar niemand zit er natuurlijk op te wachten om 's ochtends zijn bed uitgeboord te worden. Ik ben Emily en vandaag ga ik uitzoeken hoe ze daarmee omgaan. Piet, jij bent uitvoerder op dit project. Wat doe je dan precies? Mijn basistaak is eigenlijk dat ik alle zaken die plezier, bouw en onderhoud in opdracht heeft genomen. Hier coördineer, delegeer en controleer. Ten einde naar tevredenheid op te leveren projecten te realiseren. Jullie hebben met heel veel verschillende partijen te maken. Voornamelijk de hotelgasten. Hoe gaan jullie daarmee om? Direct hebben wij geen contact met hotelgasten. Daar hebben wij gelukkig een receptie, CQ-afdeling binnen het hotel die dat soort belangen behartigt. Ja. En daar heb ik een directe lijn mee. Dat op het moment dat er klachten, overlastsituaties, in welke vorm dan ook maar zijn, dat ze contact met me kunnen opnemen. Gert, ik heb met Piet al even gesproken, de uitvoerder. Jij bent assistent-uitvoerder. Klopt. En we hebben het gehad over hoe je nou omgaat met die hotelgasten terwijl je zo hard aan het werk bent. Hoe ervaar jij dat? Nou, een hotelgast die ervaart natuurlijk een verbouwing wel als overlast. Ja. De mensen van het hotel zelf natuurlijk ook. Er is een afspraak tussen het hotel en ons dat wij tot 9 uur geen lawaai maken. Ja. En alle ondernemers die bij ons op te werken komen, die krijgen vooraf een instructie. En dan wordt het in vermeld. En we houden natuurlijk tot 9 uur ook alles even goed in de gaten dat het ook gebeurt. Oké, dus jullie zitten er bovenop? Wij zitten er wel bovenop. Ja. Ja. Nou, we drinken nu nog even een bakkie. En dan moeten we weer hard aan het werk. Ja. Want volgende week kom ik terug voor het eindresultaat. Nou, er wordt hier goed voor mij gezorgd hoor. Er staat zelfs een soepie. En een eitje voor me klaar. Ik ben benieuwd wat ik volgende week voor lunch kan verwachten.